Yo, kijkers van Online Games en welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Goed jongens, welkom weer terug, gloednieuwe aflevering. Ja, het is vandaag natuurlijk donderdag en dat betekent natuurlijk weer lekker een aflevering van Prison Architect. Goed, laten we gewoon lekker beginnen. Goed, ja, we eens eventjes gaan kijken wat we kunnen gaan doen. Goed. Ja. We hebben 33.000 euro. Nou, mooi. Die stroom dat wordt aangelegd. Moeten ze nog wat meerdere dingen doen, of niet? Oh ja, dit hier, dat wordt geregeld. Om dan... hier van alles weg te doen, om... 1. Personeelskamer hier. Maar dat komt goed. Goed. Weet je wat? Dan doen we alvast meteen ook de vloeren. Chemische vloeren met hier. En ook hier. Best wel veel. Oeh, net niet. Twee stukken, kom aan. Nou goed. Goed, 200. Daar heb ik dus toch weer 8. Maar dat komt er in ieder geval aan. De winkel wilde ik sowieso ook vergroten naar die kant. Sowieso wel hier, want hier zijn toch een aantal cellen. Dus dan wil ik de wapenkamer wel wegdoen. Wapenkamer. Misschien hier zo neerzetten. Klaslokaal blijft staan. Werkplaats gaat naar die kant. Postkamer misschien ook. Opslag waarschijnlijk ook. We hebben dus de wapenkamer hier. En dan misschien de ziekenboeg ook. Dan wil ik hier zo ook een grotere groepsruimte maken. Personeelskamer ook natuurlijk vergroten. En dan zijn we een paar afleveringen verder. Want hierna, na dit stuk, dan denk ik dat ik het... seizoen ga stoppen. Ga ik het beëindigen. Ik denk dat dat toch wel iets is dat we deze serie... dat we wel een beetje klaar mee zijn met Prison Architect. Denk ik. Dus dat komt helemaal goed. We moeten vandaag ook een grote grondelijke onderzoek doen. En natuurlijk ook wat gevangenen. Want ik heb hier weer een Gergo Moss. Die is groen. Nou, dat gaan we nu vandaag niet doen. Want... we hebben 10 minuten, een kwartiertje verder en dan heeft geen zin, dus die doen wij maandag gelijk. En als er nog eentje komt, nou, dan doen we die gelijk de dag daarna. Dus 88%, die zit er bijna. Dus Gergo Moss, die kan al. Die wordt dus ook gedaan. Want ik weet niet hoe nu zit, want... oh, ik hoef nu maar te slaan. Oh, wacht. Kijk, dan kan ik er eentje maar. Serieus? Heb je dan zo langzaam... heb je dan niet veel doorgespoeld? Dat is vreemd. Maar goed, laten we dat nu maar gewoon gaan doen. Dat is heel gek. Nou goed. Iedereen is mooi lekker bezig. Hier moet ik nog twee blokken. Doe jij die? Dat is opgelost. Deze kant nog. Oh ja, ik wilde ook meer camera's ophangen. En de receptie moest ook vergroot worden. Dus ze zijn toch... best wel veel dingen die we moeten gaan aanpassen. Maar laten we sowieso eerst de vloer aanleggen. Dan kunnen we hier nog wat muren en deuren. Ik heb nu geen geld ervoor. Dus dan kunnen we het ook niet doen. 810 erbij.
69% bezet. Ja, dat moet gerepareerd worden. Want er ligt een beetje post. Alles wordt gedaan. Zo. Dit hier is de bezoek. Daar heb ik ook een camera. Ja, eentje. Misschien is er nog een, hè. Dan wil ik overal, laat ik gewoon overal camera's gaan ophangen. Dus. Maar goed, komt goed. De bibliotheek, die wordt ook al gedaan. Die laten we gewoon hier. Dat is denk ik het beste. Schoonmaakkasten laten we ook staan. De douche staan. De rest laten we gewoon staan. De keuken, daar ga ik ook gewoon niks aan doen. Want er gaat geen gevangen erbij. Ja, alleen hier. Ik sta een moment op 240. Kunnen nog 15 gevangenen erbij. Maar ik weet niet hoe het met de dagrooster zit. Kijk. 80, 76, 76. Ze kunnen er nog maar een paar mee. Kijk, dan kunnen we hooguit 8 erbij. Kijk, dan zitten we op 248. Ja, de rest is allemaal leegstellen van dit hier. Dus goed. Dusje. Even rust. Geen keer al alsjeblieft, kom aan. Maar volgens mij heb ik dit ook goed beveiligd, dat dat helemaal in orde is. Kijk maar. Ik weet niet wat ze allemaal gaan doen. Winkel. Winkel. Ja, want de winkel is al open. Nope. Wie doet de winkel? Gevangenisarbeid, wat? Niemand. Maar dat kan niet. Zie dan. Kijk, er was wat gedaan. Hier zat toch niemand. Ja, dat is een beetje aan werk, jongen. Kijk, hij doet de post. Dat is ook nog niet veel. Is er wel wat binnengekomen? Nee, ook niet. Boekjes worden gedaan. Ja, ze kunnen wel lezen, maar... Ah, kijk. Wat anders gedaan. Ja, niemand die staat daar. Eentje maar. Ga jij even aan die kassa staan? Juist, kijk. Mooi. Natuurlijk geen camera. Oh, ja. Dat er niks gestoord kan worden. Oké. Okay. Wat allemaal gedaan. Hoezo staat hier eigenlijk een deur? Die kan eigenlijk wel. Verwijder die deur. En dan we even alle deuren met elkaar verbinden. Deze deur staat eigenlijk ook hier onnodig. Denk, want ik wil gewoon letterlijk liever dat alles iedereen... gewoon naar buiten kan gaan. Ook hier dat het allemaal gedaan. Kijk, en dit is alleen voor personeel, dus
Komt ook helemaal goed. Want er zijn beter te veel honden ook dan te weinig, want gewoon slapen. Boven. Er zijn honden die op plaats komen. Hun was. Het moet gedaan worden. Dat wordt ook gedaan. Verhongerd, ja. Heb je toch zelf gedaan? Moet je maar door eten. Er komt vracht aan. Koopbaar. Kijk, want de receptie is ook natuurlijk veel te klein. Dan moet ook natuurlijk veel groter. Beveiliging natuurlijk ook. Maar de beveiliging gaat daar weg. Die gaan we ergens anders. Dan wordt dit hele stuk met dit stuk, dat wordt gewoon receptie. Dat we dit dus ook weg doen, deze twee. Maar ik heb die twee dan nu neergezet. Omdat ze... Kijk, ja, door de receptie iemand... een bewaker die zal niet goed hebben gezorgd, dan wordt hier nog afgescand, dan wordt er nog een doorzocht. Je weet het nooit, hè. Ja. 22. Laten wij... Ja, laten we dat gewoon doen. Grondelijke onderzoek. Laten we dat nu doen, want er zijn 18 mensen zijn vrij. Dat is best wel veel. 1611. Is behoorlijk wat. Iedereen moet onderzocht worden. Alle plekken. Kijk wat we allemaal kunnen vinden. Een heleboel al. Ook gewoon hier buiten. Smokkelaar. Zo. Ja. Hun twee zit in de eenzame opsluiting. Hier zit ook. Ja, er komen nog steeds meer mensen erbij. Omdat het nu toch een grondig onderzoek is. We moeten ook kijken of er geen tunnels worden gegraven. Wordt ook alles onderzocht. Zo. De post wordt gedaan. Goed. Nog 1000 plekjes. Is toch nog best wel veel. Ah, kijk, door wat tunnels. Want hier, kijk. Zie je? Twee zijn er weg, maar ja, ik kan ze nu niet dichtgooien. Dat gaat niet. Sommige die... zit hier wel mooi vast. Mooi. Ja, maar sowieso wilde ik ook camera's ophangen. Natuurlijk niet in de cellen. Maar wel in de gangen. Bij de eenzaam opsluiten ook. In de douches niet. Want ja, ik hoor daar ook... Privacy, maar hun die lopen daar. Dus dat hoeft niet. In de kantine sowieso. Bij de was ook, dus toch wel een aantal plekken waar ik sowieso camera's, misschien ook buiten allemaal camera's. Hier ook zeker camera's.
Maar we hebben 1000. En ik moet iemand van het personeel aannemen. Personeel. De woonbaan. Nice, kijk. Dat is het belangrijkste. De voorman is, dan kunnen we juist logistiek gaan kijken. Logistiek, is het allemaal vol? Hier zijn er 3, mooi. Hier komt iedereen. Hier. Ook al bijna vol. Dus hun. Eentje in de keuken. 2 hier. Eentje bij de post. 3 daar. Ah, kijk, mooi. Eentje is bezig. Heel mooi. Ik moet ook vloeren. Dat we dit nog even aan gaan doen. Dan moeten we marmeren tegels. Dat is dit. Kijk. Laten we trouwens de muur aan de deur maar heel even niet gaan doen. Laten we dit en dan voor vandaag laten. Hij is gewoon aan het werk, prima. Hij is in zijn eentje. Want de klaslokaal, wordt dat nog gedaan of niet? Nu, er gaan wel veel gevangen weg. Laten we trouwens dan meteen heel even op slopen doen. Slopen, kijk. Tunnels verwijderen. Beginnen we gewoon zo. Dus alleen dit stuk, maar die loopt ook best wel veel. Dan wordt dat al helemaal gedaan. Er zijn ook nog mensen van de was. Mooi. Oké. Goed. 1400, we zijn er bijna. We zitten in ieder geval op de cellen. Hoe hebben ze dat gedaan? Oh kijk, 2-2. Oké, mooi. Ja. Dan zitten vooral mensen rond de avonden. Ja, oké. Okay. Oké, okay, nice. Spoelen we heel even door. Totdat hij helemaal klaar is met de dingen. We hebben nog wel iemand. Ah, kijk, dat is hij. En op hoeveel zit hij? Ah, hij is nog 0 keer. Oké. Die is gedaan. Daar moeten we heel even gevangenen kijken. Takkoos. 79. Dus dat betekent dat er hier eentje moet. 74. 50, 76, 77, 78, 79, 80. Dan. Deze 71. Ja, 71, ja. 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 14.600 en er komt er nog 10.000 erbij. Dus dat geeft in totaal 24.600. En met dat geld kunnen we natuurlijk dit van alles gaan doen. Nou, ik vind het mooi. 0 van de 100. Ik wil sowieso misschien ook nog 10 bewakers erbij. 110. Dus en misschien wil ik nog wat bouwvakkers verminderen. Dat moeten we even nog zien. Maar
Voor nu loopt alles goed hoe ik het wil. Komt helemaal goed. Hij is lekker bezig met dit. Gesorteerd. 5. Mooi. Die boeken die worden wel langzaam gedaan, maar ja. Langzaam. Hij wordt wel aangewerkt, dat is heel mooi. Hij doet het in zijn eentje, maar ja. Volgens mij goed. Maar ja, dat zien we dan. Zien we dan nog wel of toch nog klaslokaal wordt gedaan of niet. Ik weet het helemaal niet goed. Kijk, ik ga het hier eens belaten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En dan zien we elkaar natuurlijk weer maandag weer terug. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot maandag dan weer, jongens. Mazzel!